opwarming van mijn gezicht. Dat doe ik altijd voordat ik begin te filmen. Oké, de vierde vlog op rij, 4 dagen op rij. Even aan het wandelen naar een kasteel. Vlog 4 en ik krijg wel eens de vraag waarom ben ik nu met die dagelijkse vlogs begonnen. Wel, dat is heel simpel. Ik was niet tevreden over de beelden en de film vooral die dat we gemaakt hebben de laatste keer dat we organiseerden in Afrika. Punt is dus dat ik, krijg er de tranen al van in mijn ogen. Ofwel is dat van het weer. Ik heb dus traanogen van de herfst. Zo erg vind ik dat de herfst. Het punt is dus dat ik niet echt tevreden ben over het beeldmateriaal dat we maken in Afrika. En ik wil dat dus zelf leren kennen en ik ben ervan overtuigd dat als je iets wilt leren, je kunt dat uit boeken of je kunt dat van filmpjes of die zijn er wel. Maar zolang dat je dat niet dagelijks gebruikt, zit dat er niet in. Echt traanogen, hè. Ik ben zo emotioneel. Wil ik dat dingetje hier onder controle beginnen krijgen. En zo heb ik gisteren een foutje gemaakt. Dat heb je misschien wel opgemerkt. Mijn kop die leek altijd plak tegen het scherp. En dat kwam omdat ik een verkeerde lens gebruikte. Vandaag heb ik dat opgelost. Is het nu beter? Nee, want nu zit ik hier met een gigantisch, maar dan ook een gigantisch. Daarom, ik wil dat nabewerkingsprogramma leren kennen, ik wil de camera leren kennen, ik wil de hardware, ik wil alles leren kennen. En wat is er dan beter dan elke dag gewoon een filmpje ineensteken? Wil dat dan zeggen dat ik helemaal niet tevreden ben of echt het slecht vind wat we maken tot nu toe? Nee, ook niet. Maar dat is eigenlijk iets dat ik heel goed verborgen hou voor de mensen om mij heen. Eigenlijk ben ik een hele perfectionist. Nu schiet er spontaan een paar mensen in de lach, maar eigenlijk is dat wel zo. Ik wil altijd beter. Altijd. En dat gaat ook altijd. Daarom dus deze vlog.